Het sociaal overleg van de toekomst, dat was het centrale thema op het annual event van Essentia, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences. Essentia wil de sociale dialoog maximaal inzetten voor de groei, de concurrentiekracht en de werkgelegenheid in de sector. Veel te vaak denkt men dat België geen industriële activiteit meer mogelijk maakt. Wij bewijzen dat dit verkeerd is en dat het wel kan. Er zijn ook heel veel investeringen die toekomstgericht zijn in onderzoek en ontwikkeling, in nieuwe fabrieken, nieuwe installaties. En een volwaardige, constructieve sociale dialoog is daar een hele belangrijke bouwsteen in. Essentia wil pleiten voor een model waarbij dat groei en job centraal staan. Dit gebaseerd op een echt partnerschap met alle sociale partners, op basis van transparante en objectieve informatie, om uiteindelijk te komen tot echte meerwaardecreatie in plaats van de loutere negotiatie die om de 2 jaar plaatsvindt. Het sociaal overleg is de ontmoetingsplaats van werkgevers en werknemers om de mensen van de sector samen te brengen, om te komen tot oplossingen die zich dikwijls stellen op het niveau van bedrijven, op het niveau van de sector zelf. En daar proberen wij de meest adequate oplossingen voor te zoeken. Ik denk het belangrijkste is dat we vertrouwen hebben dat sociaal overleg en de sociale partners, dat zij mee de toekomst kunnen uittekenen in het belang van iedereen, maar zeker ook van de bedrijven. En dat men daar op ondernemingsniveau, denk ik, meer dan nu al het geval is, moet het sociaal kapitaal herkennen en daar tot afspraken komen. Wij denken dat er, behalve die absolute noodzaak aan vertrouwen, dat er toch wel meer noodzaak is voor te kijken naar de noden van de onderneming eerst en de logica wat om te draaien. Vandaar start het vanuit een centrale visie die dan geïmplementeerd moet worden in het bedrijf. Wij denken dat het eigenlijk moet starten vanuit het bedrijf en zo opbouwen naar wat zijn dan de algemene kaders waarbinnen dat moet gebeuren. Die thema's waar we moeten mee bezig zijn, die hebben te maken met opleiding, die hebben te maken met loopbaanmanagement, met work-life management, levenslang leren, met langer werken. Al dat soort thema's, want het zijn die thema's die er eigenlijk ook toe bijdragen dat de competitiviteit van onze sector groeit.